Het is het begin van een nieuw tijdperk openbaar vervoer in Limburg. Vanaf december 2016 is het einde verhaal voor Veolia in Limburg. Dan wordt de concessie van het openbaar vervoer overgenomen door Arriva. Behalve de 226 nieuwe bussen komen er ook een groot aantal nieuwe treinen te rijden. Onder andere op de Maaslijn tussen Remuiden en Nijmegen. Vrijdag kwam de allereerste nieuwe trein van Arriva aan in Limburg. En dat was reden voor een feestje in de hal van Stadler in Blerik, die het ongehaat, of moeten we zeggen onderhoud aan de treinen gaat verzorgen. Het waren met name de treinleefhebbers die de reikhalzen naar uitgekeken hebben. En de fotografen liepen elkaar dan ook voor de voet om een glimp op te vangen van de allereerste Limburgse Arriva-trein. De gedeputeerde Van den Broek zorgt er tevreden uit. De concessie van het openbaar vervoer in Limburg was zeker niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. In eerste instantie werden het Abellio gegund, maar die bleken fouten te hebben gemaakt in de aanbestedingsprocedure door bedrijfsspionage. De hele gunning moest opnieuw worden gedaan en toen werd bekend dat Arriva de gelukkige partij was. Ja, het is geweldig. Hij zit fantastisch. Hij ruikt echt nog gewoon helemaal nieuw, alsof je een nieuwe auto hebt. Prachtig, geweldig. Hij ziet er geweldig uit. Ja, het geurtje zit er nog in, inderdaad. Ja, helemaal. Ja. Ik ben ook razend nieuwsgierig wat de reizigers vinden, die ook mee zijn geweest naar Zwitserland, of ze nu ook herkennen wat ze aangewezen hebben. En mijn eerste gevoel is ook met het stukjes hout en zo die erin verwerkt zijn en de kleuren. Het geeft gelijk een heel warm gevoel. Ja, wat ik helemaal kicken vind, is gewoon de Limburgse leeuw aan de zijkant van de trein. De Limburgse kleuren, klasse man. Zou je met uw dienstauto wel soms moeten stoppen voor zo'n spoorwegovergang? En dan zie je binnenkort deze trein wel bij komen. Ja, nou, daar ga ik heel vaak, heel graag voor stoppen langs de overgang. Overigens moeten ze niet te lang dicht blijven, zoals hier in Venlo bij de vier paardjes, want dat moeten we ook niet hebben. Is deze trein nou heel anders dan die treinen van Arriva die al in Nederland rijden? Ja, er zitten toch wel weer heel veel nieuwigheidjes aan. Dat is op zich ook niet gek, denk ik. Elke keer probeer je weer te verbeteren. Maar ik vind het heel mooi dat overal stopcontacten zijn, want ik heb altijd wel heel veel last met het opladen en dat kan hier heel makkelijk. Dat dat ook wel een van de wensen is die jullie van de reizigers hebben gekregen? Een van de wensen, ja. En ze lopen hier ook door de trein en ze stellen vast dat wat ze hebben gevraagd ook heel mooi geworden is. Ja, je zit al even in de trein gaan kijken. Hè? Je bent de eerste die dat mogen. Ja, dat vind ik wel heel geweldig. Ja. Dat hebben ze ons ook beloofd, die van het vorig jaar in Zwitserland zijn geweest. En dat is nu goed gekomen. Wie kwam dat je naar Zwitserland moest? Nou, er stond een keer een klein berichtje in een van de blaadjes. Dat ze reizigers vroegen om met te gaan naar Zwitserland om bepaalde dingen met te bepalen wie die uit moesten gaan zijn. Ik dacht, dat lijkt me wel leuk. En op een gegeven moment kreeg ik een telefoontje dat ik met mocht. Dus, Het gaat zo druk aan met de trein? Jawel, ik ben wel een vrij vaste reiziger, ja. Ja. Ze lachten ons een aantal dingen voor toen in Zwitserland. Waarover kosten nadenken, of waarover kosten stemmen. De kleuren binnen, bijvoorbeeld die rode stangen. En daar mochten we de kleur van bepalen, de stof, de bekleiding. Ja. Ook de inrichting van de, waar de wc's en zo worden, dat was ook heel belangrijk. En vooral nu we de kleine kinderen, dat ze ook een aankleedtafel hebben. Dat is heel wel heel apart, ja. Dat, wij bedenken iets, maar we zijn altijd heel eerlijk. We hebben niet de wijsheid in pacht. Dat is de reiziger die dat heeft. En ze zien nu ook wat dat tot gevolg heeft gehad. Ik zie hele blije reacties. Dat ze hartstikke blij zijn dat de veranderingen die ze vorig jaar voorstelden op deze manier zijn doorgevoerd. Kan ik er ook druk zijn? Ja, vooral de bekleding. Want ik reis ook, ik heb geen auto, ik reis altijd met de trein. En ik heb nog extra gezag. De bekleding moest er echt op letten, want vooral een beetje een patroon erin. Dan zien ze niet zo gauw de plekken en de slijtage. Ze stelden eerst voor om een gans even blauwe bekleding te doen. Ja. En dat is het niet geworden. En die is nog meer met gevallen als we weer gedacht hadden.
Is er nog een verschil tussen bijvoorbeeld de, wat Limburgse reizigers dan willen ten opzichte van andere reizigers in het land? Ja, want die trein die we hier hebben ontworpen met onze reizigers ziet er toch heel anders uit dan in het noorden. Dat is misschien een stukje Bourgondische smaak of zo. Wellicht, werkt dat door, ja. Het is mooi geworden in ieder geval. December, dat komt nou heel snel dichterbij. Gaan jullie dat halen? Ja, natuurlijk. Dat is, Arif heeft het nog eens een keertje aangegeven. Het gaat nu gewoon wat dat betreft als een Zwitsers uurwerk. Alles loopt gewoon op tijd. Arif zit er helemaal goed bij. En iedereen zit erop te wachten. Dus ja, volgens mij valt Sinterklaas dit jaar niet op 5 december, maar 11 december. 11 december gaan we rijden met alle andere 14 nieuwe treinen die dan instromen. Vervolgens hebben we anderhalf jaar later weer een grote serie nieuwe treinen en uiteindelijk in 2020 wellicht al, nog een laatste serie. Dus daar zit nog wat aan te komen, hè? En zoveel treinen hebben we dus nodig hier in Limburg. Ja, we hebben een hele vloot nodig, maar dat is ook mooi, want dan vervoeren we veel reizigers. En dat is ook een beetje de moeilijkheid, hè? De Maaslijn bijvoorbeeld, waar we hier zijn vandaag, is best een druk lijntje af en toe. Kan het ook in de spits heel druk zijn. Ja, dan moet je toch voldoende treinstellen hebben natuurlijk. Dan moet je vooral voldoende zitplaatscapaciteit hebben. En we hebben heel veel extra zitplaatscapaciteit gecreëerd. En hopelijk is het op termijn niet voldoende. Want dan moeten we weer nieuwe treinen kopen. Hebben we nog meer reizigers. Ja, dus dan heb je altijd een luxe probleem in dat moment. Ja, een heel mooi luxe probleem. Ja, het was toch leuk wie de trein hier binnen gerold werden. Ja, met de mest omheen en blerik erop. Vond ik heel bijzonder. Dan is het nog even hard werken tot december? Het is voor heel veel vanaf nu nog heel hard werken. Het zijn dienstregelingen bijvoorbeeld, maar vergeet ook vooral de bussen niet. Die moeten nog geproduceerd worden. We krijgen heel veel elektrische bussen. Daar moet een bepaalde infrastructuur, dus waar die bussen op kunnen laden, gecreëerd worden, aangelegd worden. We moeten nog contracten met onze machinisten, nog roosters met onze machinisten en met onze buschauffeurs maken. Dus er zit nog heel wat in de pijplijn. Er is een hoop te doen, maar er is voldoende tijd om het op tijd klaar te krijgen.